Voorzitter, ik vind het eigenlijk wel mooi. Minder moeten, meer ontmoeten, eigenlijk hoor ik de VVD zeggen. Maar geldt dat stoppen met de politiek van het eeuwige moeten ook ten aanzien van het regeerakkoord? Stikstof? Mevrouw Hermans. De politiek van het eeuwige moeten en hoe dat artikel dat omschrijft gaat over de... En als u mij vraagt hoe tevreden bent u daarover, dan is dat matig. Maar ik zie wel allerlei aanknopingspunten om daar in de komende periode in deze coalitie aan verder te werken. De heer Van der Steijn. Maar als het om de stikstofaanpak gaat en we willen ontmoeten met de mensen in het land... Dan past toch ook daar wel de toepassing bij dat de VVD niet meer gaat zeggen... nee, maar het moet van het regeerakkoord, die 2030 bijvoorbeeld. In het coalitieakkoord hebben wij afspraken gemaakt. En als je die afspraken maakt met vier partijen, nadat je... Nou, we hebben lang onderhandeld, ook daar dat is zichtbaar geweest. Hebben we die afspraken gemaakt, dan ben ik ook goed voor mijn handtekening. We hebben afgesproken in het coalitieakkoord dat we in 2030 de stikstof gereduceerd willen hebben. En dat... Daar staat mijn voorzitter, dat weet ik allemaal hoor. En dat is allemaal echt hele ware dingen. Maar mijn vraag was eigenlijk, als u nou een toepassing maakt van dat minder moeten, dan is toch precies wat er nodig is op zo'n onderwerp als stikstof, meer zuurstof, meer lucht. En niet zeggen van het moet van het regeerakkoord, het moet van rechtelijke uitspraak. Daar lopen nu juist met z'n allen toch tegenaan. Dus maak alsjeblieft dan ook die toepassing. Steunt u dan ook het CDA als die zeggen we moeten gaan heronderhandelen, want we zien op dit punt dat het nodig is. Ik steun provincies die nu zeggen we willen aan de slag. Wij willen op zo kort mogelijke termijn stikstof reduceren. En weet u waarom we dat willen? Omdat wij hier in dit coalitieakkoord afspraken willen maken om huizen te bouwen in onze provincie. Om wegen aan te leggen. Om te zorgen dat de economie hier kan blijven draaien. Dat we pasmelders kunnen legaliseren. En dat we de natuur beschermen. En daarvoor moeten we nu niet discussiëren over een jaartal ver weg. We moeten discussiëren over wat we nu, morgen nodig hebben om aan de slag te kunnen.